kaders van datgene wat we als scholen zelf samen verzonnen hebben, waar hebben jullie behoefte aan? En dat scholen we. En dat geef ik vorm. En dat hebben we in een van de fantastische plekken in Nederland, namelijk een oude klooster, dat ooit een school was, Volduc. En dat is een prachtige omgeving om dat te doen. Deze week zijn we vrij, maar vorige week hebben we bijvoorbeeld 100 docenten geschoold in het houden van op ontwikkeling gericht gesprekken met leerlingen. En docenten hebben heel vaak de neiging om te zeggen van, vertel eens, wat wil je? En na twee zinnen dat over te nemen en vervolgens voor hen in te vullen. Ga vooral geen kunst doen, want daar verdien je niks mee, dit soort gesprekken. En hoe kun je dat wel doen? Dat hebben we vorige week gedaan. Ik heb vorige week, en daarom zei ik van, dit is een moordbaan, met leerlingen bij elkaar gezeten van 6 VWO, van 3 scholen, van economie, die met kennenboek, met nieuwe businessmodellen aan de slag zijn geweest, de new business generation. Die modellen, die hebben ze toegepast. Toevallig was ook nog een school, een van de scholen uit Noorwegen, en samen hebben ze een bedrijf nu opgericht, en die gebruik je daar eigenlijk ook van Google voor, om te communiceren. Nou, wat de leerlingen betreft, zijn wij eigenlijk ook een permanent beta. We willen samen met de gemeente Heerlen één grote ruimte beschikbaar stellen als één groot laboratorium, maar niet alleen op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van kunst en ook op het gebied van cultuur. We hebben onder andere de opdracht om in maart een hele grote culturele voorstelling met leerlingen te maken over leegstand. Maar dan van hoe leerlingen zelf daarmee aan de slag kunnen. Dat is wat ik doe en ik mag door land reizen. Dan vraagt mij niemand van waarom ben je nou in Amersfoort. Ze zien het alleen, misschien op Twitter, en dan zeggen ze dat was het interessant. Dat hebben ze al afgeleerd op mij daar. Maar wat kunnen wij doen? Ik heb ooit een gedachte gehad om slimmerkunde te bedenken. En daarvoor gelukskunde. Gelukskunde voor sociale vaardigheden. En slimmerkunde, omdat ik op een les in 4HAVO opeens merkte dat leerlingen ontzettend bedrijvig zijn in het bedienen. Veel beter dan ik. Maar dat ze het daadwerkelijk gebruiken van die zaken voor het studie, dat dat nauwelijks gebeurt. Dat ze in ieder geval dan niet de tools voor hadden. Dan wil ik even, dat is iets wat bij mij hoort. Even van jullie weten wie heeft een bedrijf nu op dit moment? Oké. Maar ik wil jullie iets daar gaan vragen tijdens het geheel. Om samen om soms meteen te vertaal zijn naar je eigen bedrijf te maken. En een groep mensen voor aanwezig. Even terug naar slimmerkunde. Maar ik wist er zelf ook te weinig vanaf. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb een bericht op Twitter gezet. Met daarbij de vraag van, wie kan mij helpen om een methode te maken voor VWO, HAVO en VMBO, de hele range, met tools waardoor je beter het geheel kunt inzetten. 18 reacties, want ik zet er wel achter, hashtag DTV durf te vragen. Ik dacht ook van niets, onder andere aan voor. En toen heb ik meteen weer rondgetwitterd, kun je het eerste hoofdstuk, de inleiding daarvan, voor morgen 18 uur schrijven. En toen bleef nog 6 meteen over. Want tussen idee en werkelijkheid zit vaak een wereld van verschil. Met die 6 ben ik naar Den Bosch gegaan, of ik heb gevraagd, kom naar Den Bosch toe. Neem iemand mee uit jouw relatie net, waarvan je ook denkt dat die vooral uitvoert. En twitter dan nog eens op de reis daarnaartoe, dat we in Den Bosch bij Malmberg, dat we daar vergaderen om binnen een paar weken een methode voor tools in het onderwijs. We zaten op het eind van die ochtend met 18 mensen, die elkaar niet kenden, die niks van elkaar wisten, die opeens iets hadden van, wat gebeurt hier? Wat die dat vooral vonden, was Malmberg. Want die zijn ongeveer 3 jaar normaal bezig met het zoeken van auteurs voor een methode.
En vervolgens gaan ze allerlei kostenmodellen erop toelaten. En dan kan het weer niet en dan kan het weer wel. Een hoop gesloten meter. Of zoals hier juist Niels en Martijn zeiden, een hoop gedoe. Wij hadden op het einde van die dag, en nog een keer bij elkaar gekomen, hadden wij dus de methode in het concept klaar. Ik zal het zo dadelijk even laten zien, maar ik mag je eigenlijk geen papier laten zien. Maar het is nog een papier op het dood. Van vroeger. Van vroeger, elke dag. Maar ik heb het ook op internet staan, dus dan op www.slimmerkunde.nl. Eigenlijk, als ik dit geef, want ik vind dit soort sessies ook voor op hogescholen en dat soort zaken, dan vraag ik iedereen om zijn mobieltje of zijn iPad te gebruiken als tweede scherm. Als je dingen hoort, waarvan je denkt, vind ik interessant, tik je meteen in en kijk. Dan pik je wel weer op als je weet, nog interessanter is voor. Volgens mij moet namelijk ook zo lesgegeven worden, maar dat komt op het einde. Nou, dat hebben we dus gedaan. En het leuke was dat er uit de trein op dat moment twee mensen uitstapten die een ander doel hadden. Die wilden dus die dag iets anders invullen. En één van die twee, Margreet van der Berg, is één van de meest actieve geweest in het hele project. Dat is wat social media teweeg kan brengen. Crowdsourcing. Je hoopt iets, je vraagt iets, je durft iets te vragen. Als je idee goed is, willen mensen je meteen onmiddellijk helpen. Zoals even kijken op deze groep. Bedenk eens even wat voor jouw bedrijf één activiteit waardoor je via crowdsourcing opeens of een product of een dienst zou kunnen leveren, of een idee zou kunnen verwezenlijken. Bedenk eens even, anderhalf minuut. Kijk wat anderhalf minuut van deze creatieve mensen bij elkaar kan opleveren. Eén idee voor crowdsourcing. Wat zou je kunnen aan de crowd kunnen vragen om jou bij te helpen, voor jouw bedrijf of iets wat je wilt realiseren? Wat zou dan de vraag zijn? Anderhalf minuut, het is nog niet helemaal voorbij, maar ik heb nog maar even bij. Nou, vertel eens. Hashtag durf te vragen. Hoe kan ik de cultuur in mijn organisatie veranderen? Hashtag durf te vragen. Onthoud die vraag even. Nienke? Oh, ja, ik ben dan op zoek naar verhalen over kleine oplossingen in bedrijven die een groot effect hebben gehad. Kleine oplossingen in bedrijven die een groot effect hebben, hashtag durf te vragen. Nog eentje. In de werving en selectie besteedt aardig wat geld aan het naar boven halen van poolfactoren van doelgroepen. Waarom kiezen ze voor een volgende werkgever? Die vraag zou je ook gewoon via Twitter stellen. Oké. Maar ik wil jullie met z'n drieën vragen om die vraag te stellen op Twitter. En te kijken wat eruit komt. En dat met onze delen via de site van Permanent, Facebookpagina van Permanent Bed. En zullen we zien wat eruit komt. Doe dat in uw eigen organisatie. Ik heb 7000 leerlingen. Ik heb tegenwoordig waarschijnlijk 21.000 ouders. Ja. Ja, want het is altijd een weekend van, ik heb het boek niet bij me op maandag, want ik ben naar de vader. Dus ik heb meer dan 14.000 ouders, misschien 21. Ik heb ook nog eens een keer een hele netwerk van docenten. Welke school is zo verstandig om een netwerk van docenten zelf in kaart te brengen? Moet je kijken wat je daarvoor aan energie binnenkrijgt. Gewoon als school of als
bedrijf, een wat groter bedrijf, proberen om het netwerk van jouw mensen in kaart te brengen van die dingen die ze willen delen. En dan vervolgens eens vragen van wat kunnen we hiermee? Zo van nadenken wat je als power, als macht, als samenwerking, als organisatie wil hebben. Malmberg werd helemaal gek van ons, want ze kon ons niet plaatsen. En het leuke was, werknemers, en dan met name de ontwerpafdeling, niet de andere waar ik liggen, want dit vonden ze leuk. En binnen 3 weken lag een kant en klaar om de dood, dat was nog nooit vertoond. En toen begon het pas eraan. Want Malmberg vond dat idee van, hè, wat Martijn zei, van vooral publiceren gratis. Om het kennis te delen en dan komen ze vanzelf daarna wel bij je uit. Er was niet over te spreken. Het was geen verdienmodel. Nou, dan hebben we gezegd van nou, we hebben nog niks uitgegeven, dan gaan we toch ergens anders. Dan doen we het via live hacking of zo. Hebben we gedeeltelijk gedaan. Daarna zagen ze het resultaat. Want live hacking, waar het gratis op staat en stond, daar weet ik, er waren meer bestellingen dan de eerste week. Bij Malmberg. Allicht, als je een boek koopt, bij Bol.com kun je ook dingen inzien. En als het dan leuk lijkt, koop je het. En wij vonden dat eigenlijk alle leerlingen dat eigenlijk gratis zouden moeten krijgen. Omdat je een enorme mindshift zou krijgen. Maar dat is ons niet gelukt. Daarna zit je met groep bij elkaar en denk je van, en nu? Ik was alweer met een fondproject bezig. En er waren een aantal mensen die je zeg maar wilden verspreiden. Wat gebeurde? We lieten los het idee dat je altijd een oplossing moet hebben die gezamenlijk is. Vergeet het nou in je bedrijf ook. Probeer nou niet 1 oplossing te creëren voor een hele hoop zaken. En dat ze allemaal maar op 1 ding moeten uitkomen. Spreek iets gezamenlijks af en laat daarna mensen zelf dingen doen. Ik zal een voorbeeld geven. Dit is de groep die uiteindelijk bij elkaar kwam. Die met, daar was geen enkel. Ja, ik kende één. Dat is zeg maar de Peter en de Jermijn van Heerl. En voor de rest kenden we niemand. Dat is Margreet, die uit de trein stapte. Die de mooiste site in het onderwijs heeft, wat ik van tevoren niet wist. Die citeert in onderwijs. Fantastische site met heel veel ideeën. Dit is Kim. Kim Ravers is een visual writer. En sindsdien echt wow omhoog gaan. Want iedereen vond dat van die tekeningen vandaan. Tekenen nu voor heel veel grote bedrijven. Dit is Bas. En zo kan ik een tijd doorgaan. Dit is Fanny, Fanny Koorts. En misschien herkennen jullie, waar staat hij? Was hij die middag? Ja, maar een hele andere ding, die foto's uit elkaar. Joost hier ook rondloopt, van Permanent Band. En dit is een hele interessante, onthoud die naam als je in onderwijs zit, of als je in bedrijven zit, je wilt iets met social media, Erno Meiland. Hij heeft een eigen universiteit, universiteit van, bij Brabant, Middelbeek. Middelbeers. De universiteit kent je? Nee. De universiteit van Middelbeers heeft. Enige student. En hij bewijst daarmee dat je kennis überhaupt niet meer het, ja, dat het daarom draait, want je kunt overal je kennis vandaan halen. Met de universiteit van Middelbeers laat hij zien dat je hoe dan ook, welk onderwerp dan ook, kennis vandaan kunt halen. En als je dat goed kunt gebruiken, kunt toepassen, dat je dan eigenlijk onderwijs in de huidige vorm niet meer nodig hebt. Daarnaast heeft hij fantastische dingen ook voor bedrijven over social media. Vorige week had ik een uitgever opgezocht. Ik spring maar van het een naar het ander, maar het komt van dat mannetje in mijn hoofd. Vorige week had ik een uitgever opgezocht. En die wil iets over het nieuwe biologie-examen, wilde daar scholing over aanbieden. En die zei van ja,
pas op, want het nieuwe, nieuwe examen gaat zich helemaal bezighouden met evolutiebiologie. Ik weet er niks van, klinkt spannend. Er kwamen een discussie over social media en hoe je dat doet en hoe je dingen kennis kunt gebruik maken. Hadden we het ook over ergo. Ik zeg, weet je wat, ga ik 3 kwartier de stad in, het was Maastricht, dus dat vond hij wel een goed idee. En als ik druk kom, heb ik een les klaar over evaluatie, evolutiebiologie, het wijkt er helemaal niks van af. Ja, over dat thema. Ik zeg, zeg maar welke klas, welke doelgroep, wanneer, klaar. Het was wel een uur, ik heb een kwartier lang over gedaan. Hij zei, ik kan het zo, ik zou het zo in een uitgave van biologie kunnen doen. Want het staat aan het stuk. Ik had er helemaal goed aan mee om. Nou. En dit is Ben Wolman, misschien wel bekend. Een van de jongste ondernemers in Nederland heeft gehad op internetgebied. In 13 jaar. Is beroemd geworden door vergelijkingssites. Heeft nu op dit moment lookingbooking.com. Is ooit begonnen met bellen.com, de eerste vergelijkingssite in Nederland op dat gebied, op ICT. 13 jaar. En heeft daarna ook nog onder andere gastverbruik.com en weet ik wat allemaal voor zijn. En wat hij stond voor het andere leren, hebben we hem gevraagd het eerste exemplaar op de NOT aan ons te overhandigen. Dat was het idee van Malmberg. En toen dacht ik van, eigenlijk maken wij veel te weinig gebruik van wat aan potentie op dat moment al op scholen zit. En daar gaat de rest de komende 10 minuten over. Als bedrijf, als organisatie, gebruiken wij veel te weinig de denkkracht van leerlingen. Van deze tijd. Eén ding nog even voor Ben. Als u een bedrijf hebt en u wilt iets weten over social media, bent daar te weinig nog van op de hoogte. www.slimmerondernemen1minuut.nl. Door Sintens en MKB samengemaakt. Zit zo knap in elkaar. Qua, en dat is pas verschenen hoor. En eigenlijk is dat een nieuwe lesmodel, zou je daarvan af kunnen leiden, hoe eigenlijk geleerd zou moeten worden. Wat doen die? Die sturen je in het weekend sturen ze een nieuwsbrief, niks bijzonders. Maar die zit zo hartstikke goed in elkaar. En op het einde staat dan de vraag van wanneer wil je de volgende keer deze nieuwsbrief krijgen? Dat is dan een heel ander soort vraag dan je normaal krijgt. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde ondernemer dan zondagsmorgens tussen 9:15 en 10:30 de meeste tijd voor heeft. Wil je ook op deze tijd of wil je graag een andere tijd? Nou, dat triggert je al om in ieder geval te zeggen, want ik wil de volgende op. En daarbovenin staat altijd van, het is helemaal op succes gebaseerd. Daarboven staat in bij Ben, staat van 1. Een voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die verkocht stoelen. Crisis, stoelen, meubels gaan het zo. Wat doe ik nu? Oh, ik zie in de trend dat allerlei steigerhout ontzettend populair is. Dus ik ga in mijn dorp steigerhout meubels maken. Nee, bleek geen succes. Maar zo'n trend was het dan ook niet. Toen en vervolgens een punt 2. Ik plaats een advertentie in een lokaal blaadje. Hij verkocht inderdaad een aantal meer, maar nog niet datgene wat hij wilde bereiken. En dan 3. Komt een online campagne en hoe hij dat gedaan heeft. 4. Wat uiteindelijk een succes geworden is. Gekoppeld aan andere voorbeelden die daar precies op lijken. En 5. Staat er, wilde u dat ook of wilde u zich daarin verdiepen? Hier staat alle literatuur die je daarover kunt vinden, die daarop lijken, dan komt er een ding. Gratis en voor niks. En ook dat is een heel andere manier dan dat je een hele hoop informatie aanbiedt en dan hoopt de volgende website, want ik geloof dat binnenkort geen websites meer zullen zijn over 2-3 jaar. Want het is altijd hetzelfde principe. Dit is nou echt iets waarvan ik denk van, nou, dit is gemaakt op interactief, zelf ermee bezig zijn,
zelf al een stuk voorselectie gedaan hebben en op een heel andere manier dan de gemiddelde website. Dit zijn de leerlingen van mijn talentenacademie. Ik had er nog 20 sites mee kunnen volgen. Links. Twee meiden, drie VWO, die, ziet het hier, instructiefilmpjes opnemen. En die dus voor andere leerlingen met een vraag. Dus je kunt, bij hen kun je twee les volgen, bij les 24. Stel je een vraag en zij nemen het op in een filmpje en geven je antwoord. Of de eerste, ze zoeken op Twitter voor je of er iets staat. En wat hebben zij ook gedaan? Ze hebben met een aantal leerlingen van 6 VWO, bij het laatste examen, hebben ze de hele examenstof in 2 dagen tijd stonden op internet. In filmpjes, de hele examenstof van 6, 5, VWO, 5, AVO, staat dus in filmpjes uitgelegd. Dat betekent dat jij niet meer hoeft te wachten op de volgende les, maar als jij s'avonds om 10 uur niet aan het studeren bent, omdat je er eerder niet aan toe kwam, kun je op internet dat onderwerp wat je niet begrijpt, aan zien, want alleen weet je de meeste leerlingen dat niet te vinden. Deze 5 meiden, zijn bij het project CreaMinds betrokken en dat is erop gericht dat iedere leerling van leerjaar 3 en 4 een meer ondernemende houding krijgt. Dat heeft bij hun geresulteerd in dat zij voor bedrijven presies maken. Dat is anders dan zeg maar een vorm van presentatie. Zij is inmiddels een redelijk bekende Nederlander in een bepaald circuit. Marieke Peters, TEDx Youth, heeft een bedrijf, het staat onlangs, creative2be.nl, maakt filmpjes en op, et cetera, voor bedrijven, bedrijfsfilmpjes en van events. Dus Tom, en Tom heeft een elektronische leeromgeving gemaakt voor de school, waardoor daarna de bestaande elektronische leeromgeving geschikt is voor alle scholen van Ethiopië. Was vele malen beter omdat hij daar ook medewerking bij betrokken. Maak apps, dat doet hij even zo. De stad Heerlen vond dat er 1 straat, en dat vond iedereen, maar niet zeg maar enige ontwikkeling plooide, enige vooruitgang, steeds meer leegstand, et cetera. En die hebben gevraagd aan ons, maak nu bij het grote culturele festival, Cultura Nova, 1 keer per jaar, een voorstelling waarbij je die straat door jeugd laat inrichten, zoals zij ze zo graag zouden zien. En dat is dus een theatervoorstelling. Aan bedrijven zou ik dus willen vragen, want denk nou eens, en zeker aan startende bedrijven, benut nou de kennis, de power, de kracht van leerlingen bij jou in de buurt, om hen in te zetten, want dan werk ik naar 2 kanten, voor dingen die bij jouw bedrijf passen. Maar ga ook die school zelf in. Een fotograaf, die met een kunstproject ook bezig is, van, die komt in New York in beroemde musea te hangen. En die dus zeg maar aan de hand van voorwerpen te proberen de identiteit van jongeren over de hele wereld vastleggen. Nou, die gebruikt dan de jeugd voor school. Ik heb ook afspraken met bepaalde jeugdmagazinen dat ze bij ons, ja, dus aan things, modellen kunnen vragen. Mits ze daar een aantal dingen ook bij leren. Kennis en passie brengen. 2 keer per jaar komen ondernemers zelf in school. Misschien heb je links hem wel eens gezien. Dat is een van de leerlingen die G500 mee heeft opgericht. Om verandering in de politiek te brengen. En die heeft een eigen bedrijf die vooral op lesrosters van scholen gericht is. Om dat te verbeteren. En vertelt aan andere medeleerlingen wat er komt. Maar ook
zijn er een aantal keren per jaar sessies van ondernemers uit heel Pakistan die met leerlingen aan de slag gaan. En die houden daar weer stagiaires aan over, maar houden ook zelf ideeën daar aan over. We hebben ook een Kamer van Koophandel en ook soortgelijke instanties. Wat hebben wij, nu georganiseerd samen? Een wasstraat hebben we dat genoemd. Een wasstraat van ideeën uitwisselen. Staande bedrijven met jongeren hebben dus nagedacht over bedrijven, maar hebben vervolgens dat ook datzelfde idee toegepast op bedrijven onderling. Schrijf je een idee, je wil als jongere een bedrijfje oprichten, en vervolgens zijn er dus mensen van bestaande bedrijven die je daarbij helpen, die je daarbij coachen. Waar heeft dit nou toe weer geleid? Dat we in het zeg maar VMBO onderwijs de ambitie hebben dat op het einde van het jaar iedere leerling een eigen coach heeft. Waar hij track bij kan. Een coach dus uit het bedrijfsleven. Kortom, ik denk dat bedrijfsleven en onderwijs naar beide toe kennis kunnen brengen, halen, delen, brainstormen en denken. En vergeet daar nou niet het basisonderwijs. Hier in Amersfoort is een fantastische basis. Top 12. Volgende week, 24 oktober, presenteren we een onderwijsfilm. Docu 12. Dat zal je ongetwijfeld aanbrengen deze week. Als je ziet hoe daar in 4 jaar onderwijs kinderen ontwikkeld zijn, en die zouden vandaag hier eigenlijk ook hadden ze kunnen zijn. Aan een fantastische inbreng. Houd eens even in de gaten, kijk op YouTube. Op het einde zal ik even een link laten zien. Zo ben ik met leerlingen onderweg geweest bij de Floriade om daar met landen die daar kwamen denktanks te doen met zowel hier als iemand van de provincie, hier als met de delegatie van Bhutan, over zeg maar het uitwisselen van hoe kun je nou jongeren vandaag hier naartoe brengen, hoe kun je daar dingen inzetten. Je kunt leerlingen ook inzetten voor producten. Producten te maken, producten te ontwerpen, maar ook te maken. Links. Wie kent nu de fenomenen van TED? TED Talks niet? Ja, TED Talks, ja. Ja, een van de allermooiste is, heb je even mooi iets over gezegd, hè, wat Simon's zijn. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi, maar een van de TEDx gaat ook over TEDx Petropolis, heet dat? TEDx Petropolis. En daar is een Japanse kunstenares, Koreaanse kunstenares, die heeft dus een project dat heet van Save the Food from the Fridge. Heel veel dingen bewaren wij in de ijskasten en dat schijnt verkeerd te zijn. Dat is verkeerd. En op basis van oude wijsheid heeft zij daar een kunstproject van. Op dit moment maakt een VMBO een aantal van dit soort rekjes. Dan kan zij haar idee verder verspreiden. Stel voor je een winkel op een organisatie als dit, dan kun je natuurlijk dure schilderijen kopen. Je zou ook eens naar de CKV van de school kunnen gaan, de docent, en vragen van, mag ik dit eindexamenwerk bij mij in de winkel doen? En het kost niks en de ouders en de aanhang eromheen komen in die winkel. En ze hebben meteen een podium. Ik denk dat het te algemeen is om te zeggen de staat van onderwijs. Want zo is het tijdens het gemiddelde wereld van Nederlands onderwijs. Ik heb alleen de kans gekregen uit noodzaak, uit urgentie, om zo bezig te zijn. Ja, en ik ben benieuwd wat die urgentie was.
was? De urgentie was heel simpel. We hadden een krimpgebied, net als in Groningen en in Zeeland met name. En dat komt hier ook nog wel. Dat is gewoon veel te veel. Er zijn eigenlijk veel te veel docenten. En er zijn te weinig leerlingen. En er zijn te veel scholen en te veel gebouwen. En toen hebben ze, maar over 5-6 jaar is dat anders. Is de verwachting. Wat is de verwachting? De verwachting is dat dan vervolgens weer, en zelfs misschien een tekort dreigt. Aan docenten. En dat betekent dus dat er iets verzonnen moest worden, dus anders iets om in die tijd te overbruggen. Dan hebben ze mij gevraagd, nou bedenk nou eens iets waardoor je aantrekkelijker, in een krimpende markt, aantrekkelijker wordt voor ouders, voor leerlingen, voor docenten om op onze scholen te komen. En daar is dit een onderdeel van. Maar de dingen die ik wil delen met jullie zijn ideeën waarvan ik zeker weet dat die ook hier op deze school verwelkomd worden, want iedereen staat naar het kijken. Dan probeer ik leerlingen bij te brengen van wat ik zelf doe. En met mijn docenten bij school. Dat is waarschijnlijk heel herkenbaar. Ik heb het zelf gefotografeerd bij het National Network Festival. Een potje waar je op een gegeven moment op drukt, bij de bar was dat, en dan werd de site geliked. Doe dat nou eens bij de open dag. Ik heb hier beneden die plantenbak gezien met die kaartjes. Laat nou zo'n kaartje door op de open dag maken in plaats van de zomerse keer. En zeg maar een duur naamkaartje. En laat ze dat eens planten daarop. Dezelfde manier. Kortom, rondkijken. Ja, als jullie allemaal al kennen, Steve Jobs aanpakken bijna. Die heeft heel weinig zelf verzonnen. Dat is altijd het derde wat je bedacht. Alleen die nog veel beter dan anderen. Kijk rond. Als ik nou alleen deze dag, wat ik hier zie, kan gebruiken voor het onderwijs. Nou, daar wil ik straks nog wel een paar dingetjes een keer over vertellen. Ik kom hier dus binnen met ook dat open. Ik kijk ook zo. Van wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hierbij? Wat kan ik hierbij doen? Een ideetje voor bedrijven met een zaak, maar ik dacht dat die ook vooral na 90% bedrijven zouden zitten. Zet er nou op de toonbank, waar vroeger een mispotje stond of zo. Of schaaf voor zo, dat is een goede brug. Ja, misschien ken je dat, zegt u wel niks, maar dat zou voelde dat. Zet nou eens dat dan neer. En dan vragen ze waarom. En welke site is dat dan? En je komt in gesprek erover. En dat is een ideetje dat je ziet. Nou, leer leerlingen nou ook zo te denken. Wat hierboven gebeurt, dat is fantastisch. Hierboven, bij die demonstratie. En dat is mijn basis voor onderwijs. En dat krijgen we langzaam maar zeker in de organisatie in. Leraar en leerling verandert voortdurend van rol in de toekomst. En het zou nu al moeten zijn. Op één moment ben je leerling, op het andere moment ben je docent. Dat is dat chaotisch in mijn hoofd. Ik heb mijn jasje aan, ik zal niet meer. Nou, mijn sleutelhanger maken. En dat is natuurlijk niet het mooiste tot nu toe wat er boven gemaakt is. Maar wel door iemand van, ja of nee, 10 schat ik ze. En die zei tegen mij, meneer, wil ik eens even wat maken? En wat hebben we dan als volwassenen, want zo zit onderwijs in elkaar. Dat wij willen gaan doen, en dat we het gaan willen voordoen, en willen we weer pronken, et cetera. Gewoon de basisvraag aan het kind stellen, we gaan nog zitten. En leg mij nou eens uit hoe het zit. En stel jij mij nu de vragen die jij nodig hebt.
uiteindelijk kwam na 2 minuten dit uit de printer. Een scheurtwang, maar ze wilden eigenlijk iets maken, hebben een van een spaaltje op. Ze wilden een spaaltje hebben, maar zo klein kon dat niet. En dan was weer iets anders aan het samenkomen, een oplossing. En dan zei ik van, nou, zo kun je het wel in de in doen, in het andere knoopschouw. En daar kunnen we wel iets van maken. En dan vind ik het heel leuk, ben ik ook heel trots op. Blijkbaar was ze nu toch nog ervan afgevallen. En dat is nou net het enige deel wat ik bijgedragen heb, van hoe je het zou kunnen bevestigen. En de rest ging dus allemaal goed. Dat is het. Kunnen jullie zelf lezen? Het probleem van het huidige onderwijs. En loop nog door een school, zoals wij die nu hebben. En daarom kijk naar die documentaire van deze school hier in Amersfoort. Wat is dat als een school? Geen idee. Doc 12. Die is hier. Nou. Want daar ziet u van hoe het naartoe zou moeten. Ik heb tijd tekort. Dus het zijn 21 eerste skills die eigenlijk waar nodig zijn. Voor de toekomst te leren. Maar ik kom daar nu niet aan toe. Ik heb alleen maar vanuit mijn hart verteld en te weinig je met je voorbereiding gehouden. Kijk even op kennisnet. Daar staat dus de 21 eerste skills van waar we met onderwijs naartoe zouden moeten. En dit is wat ik er zelf van gemaakt heb. Mag ik 2 minuten van u om als slot mijn idee, mijn ideaal onderwijs te vertellen? Ik kom nu de klas binnen, de docent zegt van, waar waren we gebleven? Je bepaalt wat je leert. En als je een beetje geluk hebt, dan weet je zelfs, heeft je het voorbereid, heeft je net iets anders verzonnen. En op het einde zegt hij van, je gaat nu naar huis toe, je mag nog even studeren, dan kan ik ook zelf even op sms zetten. En dan mag je naar huis toe en dan vraag ik de volgende keer of je nog steeds goed weet wat ik voor jou heb uitgehaald. Basiskennis. Vervolgens over 6 weken schrijf maar vast op, toetsen we. Of je nog weet wat ik denk dat van uitbelangrijk is. En dan kom ik niet aan het vakmanschap als ik zeg van dat een deel van de kennis zou moeten zijn. En dat vooral die docent belangrijk blijft in het stimuleren, motiveren en overbrengen van kennis. Maar elke vorm van kennis is nu beschikbaar. En waarom gebruik ik de kracht in de klas niet om die kennis, dat meisje wat mij dat geleerd heeft, weet toch veel meer af van zo'n printer dan ik. Dan ga ik toch bij haar in de leer, samen kan ik haar misschien iets aan toevoegen, wat ze daarmee kan doen. Dus ik zeg van, niet achteraf moet je scores geven, hè, want dan blijven weer, al is er vanwege de gamecultuur, dan blijven leerlingen ontzettend natuurlijk gefascineerd door. Maar je moet juist beoordelen en meer aandacht schenken aan de voorkennis. Stel een project en geef leerlingen ruimte om daar dingen in te brengen. En beoordeel dat ook. Leer ze dat eerst ook. Waar ze kennis vinden, hoe ze moeten beoordelen, etc. Dat kan via boeken, dat kan via computer, maar dat kan ook via netwerk. Het slimmer kunde, het tweede gedeelte, gaat over hoe kun je mensen inschakelen in je omgeving als leerling om aan kennis te komen. Hoe netwerk je? Een leerling is netwerk, bijeenkomst te houden, samen met een ouders of samen met een klas. Moet je eens kijken wat daar uitkomt om het thema. Geef ze maar een thema en zeg ervan, jullie halen deskundigen binnen rond dat thema. Als dat eenmaal gewend zijn, kom je. Dacht je nou, wanneer is het geweest? Een jaar geleden of zo. Was die toestand in Burma met die oppositielijst. Hebben we het dus in de klas gehad. Een heer met zijn domein. Niet live, maar via Hangout. Van Google. Gewoon een leerling laten vragen van wil u dan hebben, dan was ik een beetje rond met de tijd. Maar die is dus verschenen op het scherm en hebben een discussie met geschiedenis gehad over wat zit daar aan allerlei situaties. 90% van de docenten weet niet wat hij nou is. Sterker nog,
15% heeft van het laatste in de krant is bereid om iets te leren over social media. Waar is dan het probleem bij de kinderen die niet gemotiveerd zijn? Leer zijn netwerk, en dat kan ook de opa zijn. En dat kan ook die steeds belangrijker wordt in het leven van kinderen. Dat kan ook de baas van de werkgever van de moeder zijn. Leer hun dat voorkennis is wat in het computer staat. En leer ze dat goed te beoordelen. Er zijn allerlei tools voor. Als je iets opzoekt, wat doe je dan? Heel snel. Wat doe je als wat doe je? Als je opzoekt, wat doe je dan de eerste? Googlen. Op zeker 99%. Wat nog meer? Wat doe jij als je iets moet doen? Twitter? Ja, via Durf te Vragen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Waar nog meer? Wat gebruik je nog meer om kennis te krijgen? Google hebben we daar Twitter en ook nog meer? Dat is net. Wat nog meer? Ja, deze zijn de expert opzoeken. Deze zijn een expert. Bij jou een uitzondering, hoor. Doen maar weinig mensen nog. Wat nog meer? Wikipedia. Waar? Wikipedia. Nou, meestal komen leerlingen, jullie zijn al een enorme. enorme vooruitgang. Meestal komen leerlingen niet verder dan Google en Wikipedia. En als het Google niet op de eerste pagina staat, staat het niet op de. Waar leer ik iets van gepassioneerdheid, van emotie? En dat hoort bij een verhaal. Wat moet ik dan op internet, waar moet ik dan zoeken? YouTube, TED. TED zou kunnen. YouTube. Ooit gehoord van dik.nl? Ja, dik.nl staan hele hoop filmpjes op. Die over alle mogelijke onderwerpen die je denkt, meer dan op YouTube. DIK? DIK.nl. Maar wat dacht je van Blogsearch? Als ik ergens van onder de indruk ben, als het hier zit, dan schrijf ik er heel graag een blog op. Dus als ik Blogsearch gebruik en ik tik daar het onderwerp in, vind ik waarschijnlijk mensen die helemaal maf van het onderwerp zijn. En vervolgens staat er op die blog nog altijd links naar andere dingen toe. Want dat vinden ze interessant. Ze willen zich er ook nog mee laten zien, want anders schrijf je geen blog. Dus kijk je bij Blogsearch, dan ontdek je opeens een docent die naar Vietnam is geweest om allerlei filmpjes te maken over het examenonderwerp. Dat is altijd al jarenlang Indonesië en Vietnam zijn al jarenlang hetzelfde. En die is naar Vietnam geweest en heeft dat helemaal gefilmd. En opeens zie je het gebeuren, zie je de plek. En zo kun je op een hele hoop dingen terecht komen. Dus voorkennis. Dat is 30% van de lessen. En dat is nu 0. De enige die dat doet, nou 2. Is degene die de methode geschreven. Als je die voorkennis op verschillende manieren laat verzamelen, dan kun je de tijden in de klas vaker gebruiken voor verdieping. Een enkeling vindt het te gek en geeft je dan de ruimte om er meer mee te doen. En laat ze vooral eens een keer terugkijken op dit soort dingen. Dan is de basis gebeurd of niet. Ontwerp nu met dit, kom je weer bij elkaar. En of je daar nou Evernote voor gebruikt of niet, kom je bij elkaar en ontwerp je iets nieuws. Het moet gewoon de basis zijn van met de kennis die wij in deze groep bij elkaar hebben, gaan wij kijken of ontwerpen. Of iets nieuws ontwerpen, nieuwe kennis. Wat kunnen we dan mee doen? En vervolgens deel je die. Waar gebeurt dat? Waar gebeurt dat we de kennis die we in die groep... We zitten elke dag, 8 uur per dag bij elkaar. En wat de opbrengst van die groep is, delen we nergens. Of het moet dan een tekening voor oma zijn. Bij de kleuterklas beginnen we dan mee, daarna vergeten. En dan vind ik dat je eigenlijk een soort digitale kennisgeheugen moet hebben. Evernote zou daar heel uitstekend binnen passen. Maar ze hebben er nog meer een aantal. Zodat het boek, jouw kennis, op het einde van het jaar compleet is. Of het nou een portfolio of et cetera is. Of via Evernote zo nog mogelijk zijn. Dat op het einde van het jaar, dat jij kunt bedenken.
kunt zien, kunt terugzien, wat heeft het jaar nu opgeleverd en wat wil ik onthouden. En er zijn periodes in het begin waarbij je leerlingen dan bij moet helpen. Dat ze niet kunnen overzien wat misschien echt belangrijk is. Maar als je zo wordt opgeleid, zul je het einde zien. Ooit weet je nog eens een keer een computer schrijven, maar nu vooral gebruiken als je dat zet bent of elementen. Ja, ze zei tegen mij op gisteravond van het werkje niet te filmen is. Dat is zeg maar de vooraankondiging. Maar als je gewoon docu 12 invult, ja, dan kom je ook wel uit. Maar dat is ook veel meer. En als maak je nu inderdaad een fotootje van. Dus ga je het ook bij Evernote hebben. Martijn en ik samen. Oké, mensen. Ik mag geen papier, hè. Het was zonder papier. Hier. Maar dat heb ik ook niet gedaan. Maar je kunt op slimmerkunde.nl kijken. Dit is het boekje. Maar ik wil niet verkopen, want ik verdien er niks aan. Op banks hiervan gaan we weer voor een nieuw project doen. Op het einde van dit jaar met dezelfde groep hebben we afgesproken. Nou, als iemand het wil hebben, dan is er geen maar toevallig nog bij me. Ja? Ik begrijp nog niet helemaal, zeg maar, jij hebt een moordbaan, ja. Maar ben je nou ontwikkelaar? Of ik ben op mijn visitekaart staat creatief leider van een talentenacademie. We gaan zo wisselen. Ja, ik weet het. Dus, je hebt gewoon je eigen beleid? Nee, school faciliteert me. Ik krijg een gebouw, Oud Klooster. En de opdracht om en leraren beter te maken en leerlingen met elkaar in verbinding en talent te brengen. En op het einde moet ik aantonen of ik dat goed genoeg doe of we weer een jaar verder zijn. En de rest moet ik het uitzien. En je bent gewoon een dienstvolgende? Ik ben, hoe heet dat, officieel ben ik in de salariskaart senior beleids.